overtuigd, maar hij was niet te insinueren op dat moment. Nee. Dennis Elzaat, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Allemaal goed. We staan gewoon op het dak van de Mediamarkt. Dat is weer een keer wat anders. Ja, goed precies. Uitzicht. Ja, dat is heel goed uitzicht. Ja. Ja. Tot Vlissingen-Oost, hè? Ja, absoluut. Centrum goed te zien vanuit hier zo. Hey, Dennis, jij bent een van de bedrijfsleiders of afdelingsleiders, hoe noem ik jou? Afdelingsleider. Tegenwoordig heet het weer anders. Is het Customer Solution Manager. Dus daar ben je verantwoordelijk voor een groot gedeelte van de winkel. Mijn gedeelte valt dan onder andere de drones. Ja, daar komen we voor. Hè? Foto, video, weet je natuurlijk ook nog wel van de workshops van het vorige interview. Het witgoed, klein is houdelijk. Dus ja, zeg maar een beetje 50% van de winkel. Ja, dat is best een voorzet. En hoe lang werk jij al bij de Mediamarkt? 15 jaar dit jaar. Ja. En hoe lang staat de zaak er al? 15 jaar dit dus jaar. Dus jij bent, bent echt oldschool vanaf het begin? Ik zit er vanaf het prille begin. Ongeveer een week à twee weken na de opening gekomen. En nooit meer weggegaan. Nou, meestal is dat toch een teken dat je het naar je zin hebt, hè? Ja, maar ze hebben ook heel veel leuk speelgoed. Ja, dat precies. Dat scheelt natuurlijk. Ja. Hij houdt eigenlijk alles bij. Maar jij hebt ook je telefoon erin gehangen nu, toch? Ja, je telefoon wordt eigenlijk je display. Ja. Nou, dat is even testen of hij natuurlijk hier oppakt op dat dak. Kijk, daar gaat hij horen. Oh, bijna tegen dat ding aan. En dan kan je camera van boven naar beneden kantelen. Moet je nou wat voor moeite doen om hem stil te hangen, of is dat gewoon een kwestie van niet sturen? Je kunt hem loslaten en je doet niks. Het blijft gewoon hangen. Je kan ook gewoon een foto op laten maken. Dus dat is een panorama. Hij klikt het dan elkaar vast in een panoramafoto. Maar hoeveel wind kan zo'n dingetje nou hebben? Ja, de max zit op 6, windkracht 6. Dat is best veel nog. Dat is nog best de moeite. Maar kijk, daar moet je wel flink tegensturen om hem bij je te houden, of niet? Ja, klopt. Ja. Ja. Op de sky, hoe hoog kan die dan ongeveer? Je mag tot 500 meter. Dan zal je zien dat je straks Middelburg in zicht ziet. Middelburg Zuid, Lange Jan. Dat gaat toch, hè? Ja, het is ideaal. En dat cameraatje wat er is, dat kan je daar een beetje mee zoomen en zo? Of is dat, Nee, het is een fix lens. Ja. Dus wat je ziet is wat je krijgt en je kan het natuurlijk wel nabewerken. Ja. Het lijkt alsof het heel simpel is, maar is het ook heel simpel of lijkt het maar zo? Nee, het is eigenlijk echt heel simpel. Als je met een spelcomputer kan spelen, kan je met een drone spelen. Nou, dan zou ik het moeten kunnen. Ja, het is niet anders dan je controller. En nu staat hij op sportstand, dus dan moet je wel een beetje opletten van... Maar is het dus elke keer als je hem loslaat, je hendeltjes, dan blijft hij in principe hangen waar hij is? Helemaal stil. Ja. Op de kant zie je dat precies hetzelfde. Kijk, als je bij de grond komt, zegt hij, Ja. Er komt wat onder me, ik moet weg. Oh, dat is wel mooi. En wat je ook kan doen bij een DJI is, stel dat je of toch snel wil stoppen, een vlieger daar kan je nog wel vastpakken. Kwartslag draaien, dan gaat hij uit onbalans en dan zegt hij gewoon ik ga uit. Je kan hem vastpakken, kwartslag. Zijn we weer. Het is wel een zeer kenmerkend voor jouw functie binnen dit bedrijf, dat jij constant wordt weggeroepen als je in de winkel bent. Klopt. Het hoort gewoon... Jij bent een soort overal aanspreekpunt. Ja, je bent ook de floor manager, dus je bent in tussentijds word je continu geroepen. Ja. Van servicevragen, als mijn andere collega van kassa er niet is, tot meneer die even snel een apparaat zoekt. Ja. Want iedereen is ook gewoon bezig. Dus, ja, dat is ook zo. Waar je kan inspringen, kan je inspringen, maar soms niet. En laat ik dan nu even de klant uithalen. Ja. Ik begin al te neigen naar een drone. En, ja. Ja, weet je wel, ik heb zakgeld genoeg, maar dat breng ik ook graag naar het café. Maar stel nu tot 800 euro en ik wil op zoveel mogelijk plekken kunnen vliegen. Wat ga jij me dan aanbevelen hier? We zijn net een beetje op een grensmoment. Je had toevallig niet nog 50 euro extra van Als jij daar iets heel moois voor terug. Want... Ja. Ja, je hebt een beetje keuze uit een paar modellen. Ik zet er een paar neer. Je hebt een Mavic Mini. Dat is eigenlijk je instap. Dat is eigenlijk die vervanger van die we er net op dak hebben gezien. Vanaf de Mavic Mini heb je eigenlijk twee varianten. Er bestaat een combo variant. En dat wil zeggen in een combo daar zit namelijk drie accu's, een lader, een controller en een drone en een framepje er rond. Dus stel dat je hem toch ergens binnen wil vliegen, dan kan hij in ieder geval nog ergens tegenaan botsen. Okay. Maar deze bestaat in een kale variant en een combo variant. De combo variant is het meest interessant omdat je alle accessoires die je nodig hebt zitten erbij. En die batterijen die heb je eigenlijk ook wel nodig als je wat langer wil vliegen? Anders zit je dus nog gewoon iedere keer aan dat kwartiertje. Moet je na een kwartiertje weer naar huis om te gaan laden? En hoe lang laad je die batterij op? Ja, dat duurt lang. Je bent op zeker een uur tot anderhalf uur ligt je op de lader. Ja. Je controller gaat ongeveer anderhalf uur mee.
Dus dat scheelt, je hoeft niet te laden. Die kan je gewoon weer direct doorpakken. Vanaf de Mavic Mini ga je naar Mavic Air 2. En die Mavic Mini, hoeveel kost die dan? Die zit op 4,94. En dat is dan de combo pak of de meest simpele? Dat is de combo. Okay. Ja, dus heb je eigenlijk alles om te starten. Okay. Is eigenlijk de meest interessante drone als je wilt beginnen met vliegen. Zeg je van ja, ik ben eigenlijk al een stap verder. Ik heb een grote camera en ik wil de kwaliteit van mijn camera eigenlijk ook in mijn drone hebben. Dan ga je eigenlijk naar de Mavic Air 2. En de Mavic Air 2 is eigenlijk hetzelfde verhaal. Die bestaat in een kale variant en in een combo variant. Uiteraard is de combo variant weer interessanter. Want losse accu'tjes zijn redelijk aan de prijs. Dus voor 1049 heb je eigenlijk de combo. Wat is het grote verschil tussen de Mavic Air en de Mini? Dat is puur de camera. Puur de camera. Ja. Die grote hier in het midden bijvoorbeeld. Ja, dat is eigenlijk een goedkoop alternatief van zo'n DJI bijvoorbeeld. Dat zijn Denver drones. Die werken dan weer met eigenlijk echt speelgoedcontrolletje. Ja. Hartstikke leuk om een keer mee te vliegen. Alleen naar alle veiligheidsdingen die we net hebben besproken boven. Terugkomen naar huis. Goed bereik. Dat hebben dat soort dingen eigenlijk niet. Dus het is heel leuk op een campingveldje ergens achteraf. Maar wat kost zo'n ding dan? Ja, op zich zit het wel onder de 100 euro. Oh echt? Ja, dus zo goedkoop heb je ze al. Maar daar heb je dus eigenlijk geen kwaliteit. Nee. Gewoon, dat is eigenlijk gewoon eerlijk. Ja. De ontwikkelingen gaan voort. Ja, je hebt straks die mooie 8K aan je muur hangen. Dan wil je ook 8K kunnen opnemen. Nou, misschien moet ik maar zo'n wekje in het café. Ik zou hem een keer overslaan. Ja. Makje rond. 20 meter hoogte zit hij. Ja, plakt alles bij elkaar en dan zegt hij straks, ik ben klaar. Ja, pano succesvol, dus hij is opgeslagen. Nou, fantastisch. Dus dan zien we de beelden wel verschijnen, Dennis. Ik ga hem je doorsturen. Ja. Nou, ik dank je hartelijk voor je toelichting. Ik heb toch veel geleerd. En gezien. En weer bedankt voor je tijd. Ja, dus, en we spreken elkaar weer wel. De volgende keer wat anders leuks doen. Ja. Dankjewel. Nou, dag.